Het is belangrijk, denk ik, voor mensen die wat ouder worden en die misschien zorg nodig hebben op den duur, dat die langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat willen ze zelf vaak ook graag, in je eigen vertrouwde omgeving oud worden. En technische hulpmiddelen in huis kunnen daarbij helpen. Alle bewoners in dit complex hebben dit scherm. En daar zijn een aantal functies op ondergebracht. Dat is onder andere een beeldspraakverbinding met de balie of met bewoners of met zoon of dochter. Dat is een inzicht in de kabelkrant van het verzorgingshuis, zodat men ook weet wat het menu is van de dag. Dat is je verlichting vanaf het scherm aan of uit te doen of eventueel de zonnewering. En een aantal bewoners hebben zeg maar, ook nog een zorgknop voor als er een alarm is. Dan kunnen ze zich van hieruit de verpleegkundige van het verzorgingstehuis roepen. Alles goed toch? Ja, ik sta net klaar om mijn boodschap te gaan doen. Ja, dat dacht ik nog, want ik denk, misschien is ze wel weg, want het is goed weer buiten. De provincie vindt het belangrijk dat de technieken die worden ontwikkeld niet beperkt blijven tot één specialistische hoek, maar dat die verspreid worden over heel Brabant. En dat daar allerlei instellingen en organisaties bij betrokken zijn. Dus niet alleen de productontwikkelaars en de verzorgingshuizen en de zorgsector, maar vooral ook de gebruikers en de aanstaande gebruikers. Dat die ook betrokken worden bij deze ontwikkeling. Want zij zijn de mensen waar het om gaat. Hier zijn we bij een andere toepassing. Dat is de zogenaamde alles aan- en uitknop. Die zit hier in de slaapkamer, maar natuurlijk ook bij de voordeur. Met één druk op de knop is alle verlichting uit. En hier beneden hebben we een andere toepassing gemaakt. En dat is de zogenaamde plasroute. En dat betekent als 's nachts iemand opstaat, uit bed komt, dan signaleren de bewegingssensoren dat en gaat de verlichting aan richting het toilet en in het toilet gaat de andere lamp aan. En tot ziens. Houdoe. Eindig gesprek moet ik nou doen, hè? Ja, dat weet ik.